Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, leer mij dagelijks meer u kennen, hebben wij net gezongen. En er is nog een andere oud lied, dat hebt u, als u erbij was, vorige week kunnen horen, althans een paar regels daaruit. Dat begint met de woorden, dierbare Jezus, u te kennen is mij meer dan alles waard. Je zou het misschien niet zeggen dat geloven, christen zijn, dat iets met kennis te maken heeft. Dat is ook niet het meest populaire idee tegenwoordig. Maar met alles wat je goed doet in het leven, met alles waar je een beetje voor moet inzetten in het leven, geldt dat je iets moet weten. Het is niet altijd theoretische kennis, maar toch wel een weten hoe je met dingen omgaat. En naarmate je ouder wordt, leer je beter omgaan met andere mensen. Je kennis van mensen en hun gedrag neemt toe en dan word je er ook beter in. En dat is met geloven, dat is mijn diepe overtuiging tenminste, met geloven net zo. De ervaring van onze voorgangers in het verleden, de kennis die we opdoen uit het woord van God zelf, die rusten ons toe, die geven ons het vermogen om van dag tot dag in de praktijk met al zijn kleine bezigheden en beslissingen en problemen, om dan steeds beter naar Gods eer en naar zijn wijsheid te kunnen wandelen. Vandaar dat ik deze avonddienst toch wel wil gebruiken om iets van die kennis over te brengen. Niet theoretische kennis, geen college over het Johannesevangelie. Want u zult wel merken als je de Bijbel openslaat en als je daarin studeert, dan is alles wat je tegenkomt ook van praktische betekenis. Het heeft een gevolg voor je dagelijks leven, voor hoe je in het leven staat, hoe je met je geloof omgaat. Maar misschien is toch het allerbelangrijkste dat wij die Jezus die wij eren en die wij aanbidden en waar we de lofzang voor zingen, die we onze Heer noemen, onze Heiland noemen, dat we die beter willen leren kennen. Het is eigenlijk nog veel simpeler dan ik net zei. Die Heer wil je beter leren kennen. Wie is Hij? Wat zijn zijn namen en titels? Wat is zijn karakter? Wat heeft Hij precies gedaan toen Hij in deze wereld kwam? Wat betekent het precies dat Hij aan Golgotha stierf? Wat zijn de gevolgen daarvan? Ik hoop dat u dat net als ik boeiende vragen vindt. En elk van die vragen heeft een antwoord waar ook een praktische kant aan zit, waar uw dagelijks leven door geraakt wordt. Want dit is de Heer met wie u dagelijks wandelen wil. Dit is de Heer wiens raad u vraagt als u voor een moeilijk vraagstuk geplaatst wordt. Dit is de Heer op wiens bijstand en troost u hoopt, waarvoor u bidt als u in nood zit. Die Heer wilt u leren kennen. En de enige weg die wij hebben om die Heer te leren kennen, dat is de Bijbel te lezen en heel zorgvuldig te lezen wie Hij is en wat Hij voor ons is. Wie Hij is in het dagelijks leven komt daaruit tot verschijning, daaruit ontdekken wij dat. Ik stel mij dan ook voor, maar ik wil straks van u afscheid nemen. We lopen dan aan het eind van de dienst naar voren en dan wil ik u heel graag nog een hand geven. En mijn vraag aan u is of u mij deze vraag wilt beantwoorden als u straks weggaat. Of u het de moeite waard vindt om dan samen met mij in de avonddiensten over dit evangelie naar Johannes te gaan nadenken. Te beginnen bij dit hoofdstuk en dan stuk voor stuk die prachtige passages van dit evangelie. Zodat wij gezamenlijk deze Jezus beter leren kennen. En ik ga u dat vragen of u dat mooi vindt. En als u dat niet mooi vindt, hoop ik dat u de vrijmoedigheid hebt om dat heel duidelijk tegen mij te zeggen. Ik heb begrepen dat IJmuidenaren heel direct kunnen zijn, dus spaart u mij dan niet. Maar dat is mijn grote wens. Maar dat moet ook uw wens zijn, anders komt er niks van. Ik zou heel graag met u een beetje wat dieper op het evangelie willen ingaan in de avonddiensten dan we in de ochtenddiensten kunnen doen. Dat zijn erediensten. Dan gaat het om wat ons hart hem kan geven. We hebben de hele week verzameld wat hij in ons leven gedaan heeft. En op de zondagmorgen dan gaan we jubelen, gaan we hem eren. En soms worden we ook wel door hem op de vingers getikt.
worden we vermaand. Maar dat is het allereerste doel van de zondagmorgendienst. Dat is eredienst. Dan mag de naam des Heren groot gemaakt worden in de wereld. Maar we hebben een opdracht om te leven volgens het karakter van deze God. Om zijn gebod te houden, uit te leven, zijn liefde en genade te verkondigen. Maar dan moet je hem kennen. Je kunt hem niet verkondigen als je niet weet wie hij is. Je kunt zijn karakter niet navolgen als je niet weet hoe hij is. Je moet hem leren kennen. En dat kan toch alleen maar als we samen dat evangelie heel nauwkeurig lezen. De apostel Johannes had met het schrijven van dat evangelie ook geen ander doel dan aan de gemeente voor wie hij het schreef, de persoon, het karakter van Jezus van Nazareth, Jezus de Zoon van God, heel helder voor te stellen. En dat schrijft hij ook aan het eind van zijn evangelie. Hij zegt in hoofdstuk 21, Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Hij heeft er maar een selectie uitgehaald. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. Dus hij wil overtuigen. Hij wil laten zien, Jezus is waarachtig de Zoon van God. In hem mag je je vertrouwen stellen. En dan zegt hij, en, tweede doel, opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Door het geloven en het vertrouwen op hem hoort je leven te veranderen. Want je kent hem nu en je leert hem steeds beter kennen en dat gaat als het ware door je leven heen. Dat betekent dat je je er zo mee vertrouwd maakt met zijn woord, met zijn leer, met zijn persoon, met zijn daden, dat dat in je leven een kracht wordt, een inspiratiebron, dat het richting gaat aanwijzen, dat het je helpt bij het nemen van beslissingen, dat het je troost als het tegen zit, want je bent zo eigen met hem, dat je hem als ware kent en steeds beter leert kennen. Daarom schrijft Johannes dat evangelie. Om die ongelovigen tot geloof te brengen. Hoor het nou eens, zie nou eens wie deze Jezus is. Is het niet de moeite waard om je bij hem aan te sluiten? En voor hen die al overtuigd zijn, leer hem nou beter kennen. Leef in de kracht van zijn naam. Leef in de kracht van dat geloof. Dan wordt het heel praktisch. Dan gaat het om uw leven vandaag. Tot dag, om mijn leven van dag tot dag. In het eerste hoofdstuk geeft Johannes een soort samenvatting van waar hij de rest van het evangelie mee bezig wil zijn. En we krijgen 6 beelden te horen, 6 beelden te zien van wie Jezus is. En ik wil u die vanavond kort voorleggen. En er even bij zeggen waarom dat ook van praktische betekenis is. Dus ook van betekenis is voor je geloofsleven. Het zijn prachtige, verheven titels voor de Zoon van God. Dat is typisch voor Johannes. Die ziet Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. In zijn volle glorie. Niet belemmerd zou je kunnen zeggen door aardse omstandigheden. Zoals bij Matthäus en Marcus en Lucas ook het aardse een rol speelt. Maar hier zien we als het ware de heerlijkheid van de hemel door alles heen schijnen. Je komt oog in oog te staan, bijna met die onzichtbare God zelf, zoals hij zich in Jezus getoond heeft. En dat begint al meteen zo majesteitelijk. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat is de eerste wat we vernemen over Jezus Christus, de Zoon van God. Wie is hij? Hij is de eeuwige. Hij is eeuwig bij en met God. Hij is God zelf. Hij is niemand minder dan God. Hij is geen engel die gestuurd is. Wacht even, heeft dat geen praktische betekenis? Jazeker. De woorden van het evangelie en de opdrachten van deze Heer komen dus niet van een mens met goede bedoelingen. Komen niet van een leraar die het ook weer van een andere leraar had. Ze komen van de Heere God zelf. Als de Heer Jezus zegt dat wij onze naasten moeten liefhebben, is het God zelf die spreekt. Als hij ons zegt door zijn geest en door zijn woord dat we gastvrij zouden moeten zijn en dat we dat zwakkere moeten verzorgen en er aandacht voor hebben, is de Heere God die het zegt. Heeft dat geen praktische betekenis? Het maakt alles wat we weten van de leer van de Heer Jezus anders. Als het God zelf is die het zegt, is het totaal anders
dan wanneer een goed bedoelende leraar 2000 jaar geleden dat zegt. Dit heeft grote betekenis voor de praktijk van alle dag. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij is ook de schepper. Zo zien we hem niet vaak, maar de Zoon van God is ook de schepper van alle dingen. De schepper van uw leven, van mijn leven, van de hele wereld waarin wij wonen en werken en leven. Hij heeft het gemaakt met een bedoeling. Hij heeft het gemaakt zodat het geschikt was voor hem om daarin te treden, om daar mens te worden te midden van ons mensen. Je zou ook kunnen zeggen, God heeft dat woord gebruikt als het model van de wereld. Het geschikt gemaakt voor de komst van zijn Zoon. Je kunt net zo goed zeggen met Johannes, het is de Zoon die het gemaakt heeft. Die is het middel waarmee God de wereld gemaakt heeft. Zo lezen we ook in Genesis 1 dat God spreekt en het is er. Nu, wat spreekt hij dan? Wat zegt deze God dan? Hij zegt dit woord. God spreekt maar één woord. En dat woord is zijn Zoon. En alles wat mooi en heerlijk en fantastisch aan de schepping is, is dus ook in hem aanwezig. Schepper is niet lager dan zijn schepping. Al het mooie wat u aan de wereld kunt vinden. Alles wat ontroerend is en schoon. Alles wat goed is, is in die Zoon aanwezig. Volop en volmaakt en volkomen. Tweede beeld wat we vinden, vierde vers, en het woord was het leven, en maar in één moeite door, het leven was het licht van de mensen. Ons leven is niets anders dan het leven van dat woord. Een deel daarvan, een afschijnsel daarvan, uit dat woord komt ons leven tevoorschijn, zodat we weten, dat is het praktische eraan, dat we weten dat God het zo bedoeld heeft. Uw persoonlijke leven, van geboorte tot aan graf, is door God bedoeld. Dat heeft hij gezien, dat heeft hij gewild, daar heeft hij zijn liefde en genade voor bestemd. Dat is gewild, dat is geen toeval die hem uit de handen is geglipt. Het is niet iets wat buiten hen om een betekenis heeft. We leven in deze God en door deze God en met deze God. En we zijn zo bedoeld, precies zoals we zijn. Oh ja, we mogen eraan werken om wat meer te lijken op hoe hij ons wil zien. Meer te lijken op het beeld van zijn Zoon. Leven wil ook zeggen groeien en veranderen. En gehoorzamen en dingen doen. Maar dat leven zelf wat we hebben komt bij hem vandaan. Is bedoeld. Het leven wat hij heeft is ook het licht van de mensen. Licht dat je nodig hebt om te zien. Om te weten wat er in de wereld aan de hand is. Om jezelf in te zien. Dat licht, dat komt uit zijn leven tevoorschijn. Leven en licht. Tweede grote beeld van wie deze Jezus is. En door heel dat evangelie heen kom je hem tegen. Als de levengever. Als hij Lazarus opwekt, dan is hij de levengever. En het licht van de mensen. Omdat zijn woord de duisternis die in het hart van de mens is aan het licht brengt. De duisternis van de fariseeën. Maar ook onze eigen duisternis. En de duisternis, die kan daar bovendien helemaal geen weerstand aan bieden. De duisternis heeft het niet gegrepen. Gods licht schijnt in de wereld, in de persoon van Jezus Christus. En de duisternis houdt dat niet tegen. Elk mens dat in de wereld komt, ieder mens die geboren wordt, staat in dat licht van deze Zoon van God. Dat licht van die Zoon valt al op hem en over hem heen. Is het licht waarin hij dingen kan zien, waarin de wereld kan worden waargenomen. Zo werkt dat licht. Zonder licht is er voor ons geen wereld, is er voor ons geen leven mogelijk. Leven en licht. Maar dan het derde. Hij is ook de verworpene. Johannes raakt er niet over uitverbaasd. Hoe kan nou hij, die het licht en het leven is, die Gods woord zelf is, in deze wereld binnenkomen, zich aanbieden aan die wereld, tonen wie hij is, zich aanbieden aan zijn volk Israël, tonen wie hij is, en dan verworpen worden. Hoe is het mogelijk? Wat zijn wij dan als mensen, dat we in staat zijn om het licht te weigeren? Hoe zijn wij dan als mensen, dat we die uitgestoken hand van Gods genade toch kunnen wegduwen,
ons hart ervoor kunnen verharden en het niet kunnen horen. Johannes laat het ons zien in zijn evangelie, hoe mensen daartoe in staat blijken te zijn. En hij verbaast zich erover. Dat is tot nadeel van jezelf. Dat betekent dat je kiest voor de duisternis boven het licht. Dat je liever in je eigen kleine leven blijft ronddwalen, dan dat je die geopende hand van Gods genade aanneemt. Hoe is het mogelijk, denkt Johannes. Het is gebeurd. Hij kwam tot het zijne, de wereld die hij geschapen had. Het zijne is zijn volk Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem gezien en gehoord, ze hebben zijn daden gezien. Wellicht heeft de Heilige Geest ook hun hart geopend voor die waarheid en vervolgens hebben zij zelf de deur weer gesloten. Wat een harde waarheid is dat. Wat betekent dat praktisch? Dat wij die verschrikkelijke mogelijkheid hebben. Een onmogelijke mogelijkheid, noemde de Zwitserse theoloog Karl Barth het. Een onmogelijke mogelijkheid. Het kan eigenlijk niet en toch doen we het. Toch kan het op een of andere manier. En wat is dat dan, die onmogelijke mogelijkheid? Ons hart af te sluiten van God. Het woord te horen, maar het niet tot ons te laten doordringen. Het licht te zien, maar ons ervoor te verschuilen. Dat is een deel van onze eigen realiteit. En dan het vierde. Allen die hem aangenomen hebben. Kijk, dat kan dus ook. Dat je hem aanneemt. Christus aanneemt in de volheid van zijn wezen. Dat je zegt, ik ben uw eigendom, Heer. Wat de catechismus zegt in die eerste zondag. Die kennen we allemaal nog wel. De troost in leven en sterven is dat ik niet van mij ben. Niet mijns eigendom ben. Maar eigendom ben van mijn Heer en Heiland. Hij heeft mij gekocht. Ik ben van hem en daarom ben ik veilig, daarom ben ik geborgen voor tijd en eeuwigheid, want ik hoor bij hem. Hij heeft als ware eigendomsrechten op mij en hij zal niet toelaten dat een ander zich aan mij vergrijpt. Ik ben van hem. Ik ben dat schaap dat hij gevonden heeft en dat nu weer bij de kudde mag horen. Wat hij vol blijdschap op zijn schouder heeft gelegd om het naar huis te brengen. Ik ben die zondaar voor wie hij een feest heeft aangericht. Omdat hij van me houdt en me gevonden heeft en me nu nooit meer zal laten gaan. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven. Of gezag zou je kunnen vertalen. Gezag gegeven om kinderen van God te worden. Dan word je kind van God. Dan word je deel van die hemelse familie met God als vader. En Christus Jezus als je Heer. Dat kan. Hij is ook degene die we kunnen aannemen. In wie we kunnen geloven. En door hem mogen wij dan kinderen van God worden. Vijfde beeld. Het woord is vlees geworden. Wonderlijk dat hij daar aan het eind pas mee komt. Want we wisten dat aan het begin al. Het gaat natuurlijk om Jezus Christus. Zijn menselijke bestaan in wie God zichtbaar geworden is. Het woord is vlees geworden. God heeft de gedaante van een mens aangenomen. Als je in de kerstnacht erbij was geweest en je had gezien wat zich daar afspeelt. Hè? Je ziet Jozef lopen, Maria lopen en je hoort het huilende kind. Je zult geen os en ezel zien, dat staat niet zo in de Bijbel, maar vooruit, die doe ik erbij. Os en een ezel en dan komen de koningen. En je zou op een afstand ernaar gekeken hebben. Wat zou je daar gezien hebben? Een man en een vrouw en een baby. En drie mannen in vreemde kledij. En een os en een ezel. Wat zegt dat? Wat betekent dat in de wereld? Wat betekent dat voor mij? Moet ik me daar iets van aantrekken? Is daar iets gebeurd wat mijn leven verandert? Is dat een daad die God heeft gesteld? Heeft dat iets met God te maken? Zijn er niet honderden van die Jozefs geweest onderweg met hun Maria? En duizenden van die kinderen in een kribbe? Arme mensen, ze hebben geen andere plaats voor die baby van ze. Als je erbij was geweest en je had het allemaal gezien, zou het je opgevallen zijn? Of was je er gewoon langs gelopen? Zo'n tafereel wat zich ver buiten je afspeelt, met jouw hart niets te maken heeft. Johannes die zegt hier, wat daar gebeurd is, daar moet je op een andere manier naar kijken. Dat kind in die kribbe, dat is het woord van God, de schepper zelf die mens wordt.
Oh, dat had je niet gezien. Dat zou niet zichtbaar zijn geweest als je in die kerstnacht erbij had gestaan. Je videocamera had kunnen meenemen en het thuis nog eens had bekeken. Dat kun je niet zien. Dat kun je alleen zien met de ogen van het geloof. Dat kun je alleen maar zien als je zijn woord hebt gehoord en het hebt aangenomen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, claimt Johannes. En hij zegt nog meer, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Dat is het zesde. Zesde beeld, de heerlijkheid. De heerlijkheid van deze Heer. Heerlijkheid wil zeggen dat iets in zijn volle pracht naar buiten straalt. Een diamant die je op een goede manier belicht, geeft een wonderlijk en prachtig licht door. En daaraan zie je hoe goed en hoe mooi en hoe zuiver die diamant is. Dat is de heerlijkheid van een diamant. Dat zit niet in dat ding zelf. Als je in een doosje doet, is het een stukje steen. Maar als je er licht doorheen laat vallen, dan zie je de heerlijkheid van de diamant. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat zijn de twee grote stralen die uit deze heerlijkheid tevoorschijn komen. Het is heel simpel om te onthouden en te begrijpen. Van de zon krijgen wij twee dingen. We krijgen licht, waardoor alles helder wordt en zichtbaar. En we krijgen warmte, waardoor we ons behagelijk kunnen voelen en kunnen leven. In te grote kou lukt dat niet. Die heerlijkheid van God zelf, de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, is niet zomaar in al zijn omvang aan ons getoond. Die heeft zich vertoond als genade en waarheid. Vergelijk genade maar met de warmte. En vergelijk de waarheid maar met het licht. Zoals de zon licht en warmte geeft, zo geeft de Zoon genade en waarheid. En daardoor wordt het zichtbaar. Daarom wordt dwars door die wonderlijke kerstgeschiedenis heen, dwars door dat leven van deze man 2000 jaar geleden in dat verre Palestina, wordt iets zichtbaar van de heerlijkheid van God. Dat vergt een enorme stilte in jezelf. Een rust. Om te horen niet met de oren aan de buitenkant van je lijf, maar met de oren van je hart. Om te luisteren met oren die getraind zijn door de nood en de behoefte die je zelf voelt. Want we willen allemaal zo graag de volheid van het leven meemaken. We willen allemaal zo graag de volle troost ontvangen die ons verzoent met het leven. We willen af van die zondenlast die ons af en toe plaagt als ons geweten opspeelt en ons uit de slaap houdt. We willen af van het idee dat we geen leven kunnen leiden dat in overeenstemming is met Gods wil en de naaste niet volledig recht doet. Dat willen we niet. De enige weg daartoe is deze Zoon te kennen. De enige mogelijkheid voor vergeving is deze Zoon te kennen. De enige mogelijkheid om zelfs maar te weten wie je bent, in zijn licht te staan, is deze Zoon te kennen. Het lijkt een hele vervelende melodie. Maar het is de melodie van heel het Nieuwe Testament. Wil je geluk vinden, moet je de Zoon kennen. Wil je gerechtvaardigd zijn, moet je de Zoon kennen. Wil je naaste recht doen, dan moet je de Zoon kennen. Och, en dat is geen uitspraak die dan meteen klaar is, dan kun je nog best wel wat dieper op de zaken ingaan. Maar dat is het antwoord van al die apostelen bij elkaar. Waar je ook naar streeft en waar je ook mee zit en wat je ook je nood is. In deze Zoon van God is alle genade en waarheid die God maar te geven heeft aanwezig. Geen andere bron, geen persoon naast hem, niet ons eigen verstand, niet ons eigen gevoel, maar de Zoon. Hoe leren wij die Zoon kennen? Door zijn woord. En hoe leren wij zijn woord kennen? Door de Bijbel die ons gegeven is. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand kan ooit uit zichzelf God zien, bedenken hoe God zou moeten zijn. Niemand van ons heeft het verstand waarmee we God kunnen ontraadselen. Niemand van ons heeft zo'n diepte van gevoel dat hij wel intuïtief kan weten wie God is. We zullen dat moeten leren met woorden, met taal, met die gebrekkige instrumenten van onze begrippen, onze namen. En steeds maar weer dat woord opzoeken en de Godstem in terugvinden. Want de enige geboren Zoon
die heeft hem ons verklaard. Wilt u God kennen? Moet u luisteren naar die zoon. Er is er maar één die God kon verklaren, die God kon verduidelijken. En die heeft het gedaan in heel zijn leven, in zijn sterven, in zijn opstanding en door zijn geest in de gemeente. Zo leren we die God kennen. Nog één ding, als een soort van opmaat voor alles wat ik nog in de komende tijd, de komende zondagen, zo God het wil, kwijt wil hier. Weet u, geloof zonder kennis is leeg. Geloof zonder kennis is leeg. Liefde tot iemand die u niet kent is leeg. Er moet kennis bij. Je moet weten in wie je gelooft. En wie hij is in wie je gelooft. En waarom hij te vertrouwen is wanneer jij je vertrouwen op hem stelt. Geloof zonder kennis is leeg. Maar het andere is ook waar. Kennis zonder geloof is blind. Je kunt van alles en nog wat weten over de Bijbel. Je kunt allerlei boeken lezen en zelfs boeken schrijven over de Bijbel en de taal daarvan en de geschiedenis daarvan. Maar als je niet weet waar die Bijbel over gaat, als je niet weet over wie de apostel Johannes spreekt, als je hem niet kent in je eigen geloofsleven, dan is dat blind. Blinde kennis die geen punt heeft waar het kan aanhaken en die dan ook niet in je leven een plek kan krijgen. Geloof zonder kennis is leeg en kennis zonder geloof is blind. En ik denk dat het daarom goed is om ons te verdiepen, meer dan in de zondagochtenddienst mogelijk is, ons te verdiepen in wat dit woord ons te zeggen heeft. Gods stem die tot ons spreekt. Wat wil God met ons en met zijn woord? Niet alleen maar ons vermaningen geven voor het dagelijks leven. Heb je naast de lief, beoefen de gastvrijheid. Maar hij wil ons zijn zoon voorstellen. Met die hele tekst van het Nieuwe Testament blijkt dat God de Vader het liefste wil. Dat u zijn zoon verheerlijkt en lief hebt en vertrouwt en eert. Daar is het God de Vader om te doen. En dan vervolgens is er maar één ding waar God de Zoon mee bezig is. Dat we de Vader door hem leren kennen. En leren eren en vertrouwen en volgen en gehoorzamen. Die samenwerking van Vader en Zoon. Daar willen we graag toch bij horen. Daar willen we uit leven. Dat licht willen we op ons levensweg zien. En op die weg willen wij toch staan. En de enige weg daartoe is het leren kennen van de Bijbel. Zo eenvoudig, in zekere zin, is het ook. Met een geloof dat gevoed wordt door kennis. En een kennis die door het geloof gericht wordt. Werkelijk gericht wordt op de enige die het de moeite waard is om waarachtig te kennen. De Zoon van God, die ons zijn Vader heeft verklaard. Die een heerlijkheid heeft als van de enige geboren Zoon van de Vader. Vol van genade en waarheid, van licht en van warmte. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.